Hij kreeg al veel kritiek te voortduren in de eerste weken als trainer van Barcelona. Maar die kritiek die kwam van tafel, want Ronald Koeman heeft zijn eerste wedstrijd met de Catalanen met 4-0 gewonnen van Villarreal. En 4-0, dat stond het al met de rust. Maar goed, er is natuurlijk genoeg te bespreken en daarom zit ik hier met huisanalist van Voetbalprimeur Evert van Zoelen. Evert, welkom. Ja, kritiek is gelijk van tafel, denk ik, of niet? Ja, dat lijkt het wel op. Natuurlijk 4-0 bij rust, dat zijn wel aardige cijfers. Ja. Dus het ziet er nu positief uit voor Koeman. Goed, er valt natuurlijk genoeg te bespreken. Ik zei het al even, 4-0 gewonnen. Wat vooral opvalt is dat het in een hele andere opstelling is dan dat we van Barcelona gewend zijn. Klopt inderdaad. Eigenlijk sinds Guardiola daar zit, is natuurlijk 4-3-3 met de punt naar achter. Met eigenlijk alleen Busquets die dan voor de verdediging loopt. Ja. En nu zien we inderdaad een 4-2-3-1 opstelling met de Jong die echt naast Busquets neergezet is. Dus, Messi staat als een soort valse spits opgesteld met Coutinho daar vlak achter. Die zakken eigenlijk allebei in tussen de linies. Dus die Coutinho zakt helemaal uit richting de verdediging om daar een overtal rondom de bal te creëren. Messi heeft gewoon weer de vrijheid gekregen om eigenlijk te gaan en staan waar hij wil. Maar dan dit keer wel vanuit het centrum, maar eigenlijk niet meer vanaf rechts. En dan zien we aan de rechterkant dat het nu Griezmann is die eigenlijk helemaal naar binnen toe komt. En Sergio Roberto die heel hoog gaat staan aan de rechterkant. Waardoor je daar een soort 3-2-5 opstelling krijgt. Dat heeft ook alweer wat weg van hoe Koeman met het Nederlands elftal speelde, toch? Ja, klopt. Nou, je ziet inderdaad dat de opbouw vooral over links gaat. En dat daar inderdaad, zeg maar, de back wat lager blijft staan. Aan de andere kant aan de rechterkant zie je dat die rechtsback heel hoog gaat. Wat bijvoorbeeld Dumfries ook deed bij het Nederlands elftal. Nou, bij het Nederlands elftal was het dan inderdaad Bergwijn die tussen de linies ging staan. En nu zie je dat Griezmann inderdaad helemaal naar binnen komt. En inderdaad er met veel spelers tussen de linies. Ja, en even over die rol van Sergio Roberto die vooral opvalt in die aanvallende formatie. Die staat dan dus heel hoog. Waarom kiest Koeman daarvoor? Ah ja, in principe omdat die Griezmann die gaat natuurlijk helemaal naar binnen om die spitspositie over te nemen. Want Messi en Coutinho die zakken eigenlijk allebei uit. En als er dan niemand is die spitspositie overneemt, dan mis je daar eigenlijk een speler. Dus op rechts gaat dan Sergio Roberto hoger staan, dat je toch breedte houdt aan de rechterkant van het veld. Ja, even over die rechtsbackpositie. Een speler die daar naartoe gaat, kunnen we wel zeggen, is Sergio Dest. Wat wordt zijn rol bij Barcelona? Nou, hij zal dan dus inderdaad in die hele aanvallende rechtsbackrol moeten gaan spelen die Sergio Roberto op dit moment heeft. Dat je bij balbest eigenlijk een soort halve rechtsbuiten wordt. En dat je verdedigend ook heel veel ruimte in je rug hebt. Omdat je natuurlijk heel hoog bent gaan staan. Nou, dan moet je dus wel met heel veel ruimte in je rug kunnen gaan spelen. Andere back op de linksbackpositie, dat is Jordi Alba. Die eigenlijk heel laag blijft staan. Wat voor invloed heeft dat op de rol van Frenkie de Jong? Nou, je ziet dus inderdaad dat Koeman is echt weer met de Jong naast Busquets gaan spelen. Dus de Jong staat er wat lager dan wat hij vorig seizoen staat. Dus dan komt hij wat meer in de rol die hij bij Nederlands elftal had, die hij bij Ajax had. Merk je dat alleen wel dat in de opbouw blijft Alba eigenlijk nog lager staan op links. Waardoor de Jong toch wat meer tussen de linies komt en toch wat hoger staat dan wat hij eigenlijk misschien zijn favoriete plek is. Je ziet wel dat op het moment dat Alba wel mee naar voren gaat, bijvoorbeeld bij de 2-0, dat Alba natuurlijk weer zijn mooie loopactie gewoon achter de verdediging. Dat is wel het moment dat de Jong nu gewoon weer lekker mag gaan uitstakken naast centrale verdedigers. Ja. En je ziet inderdaad wel wat meer echt nog ruimtes nu zoeken in de opbouw. Bijvoorbeeld achter zakt hij ook aan de rechterkant nu uit. Dus hij heeft wel weer wat meer die vergelijkbare rol die hij voor Ajax had. Denk je dat hij dan ook beter op zijn plek is? Dat hij zich fijner voelt in die rol? Dat denk ik wel. Het is voor me een speler die heel graag aan de bal is. Die ook graag van achteruit met dribbles en passes het spel gaat maken. Als je toch tussen de linie staat, word je toch later aangespeeld. Je moet toch sneller handelen, omdat je toch meer tussen tegenstanders in staat. Je hebt minder daar echte invloed op de opbouw. Een andere Nederlandse middenvelder die in de schijnwerpers zou staan van Barcelona is Gini Wijnaldum. Welke rol zie jij voor hem weggelegd? Nou, ik denk eigenlijk niet meer dat Wijnaldum nog gaat komen. Want je hoorde die geruchten eigenlijk vooral toen Messi zei dat hij weg zou gaan. En Koeman zocht een nieuwe speler die op zeg maar 10 kon gaan spelen. Een beetje die rol die Messi nu heeft. Ja. Alleen sinds Messi eigenlijk zegt dat hij blijft, worden die geruchten ook veel minder. En ik denk dat Barcelona eigenlijk ook wel genoeg spelers heeft met Messi, Coutinho, of ook een Griezmann die nog naar het centrum toe kan. Die zeg maar wel die rol kunnen gaan invullen. Ja, want Messi blijft dus een andere speler. Ja, zijn vriend is natuurlijk vertrokken, die er gisteren gelijk even 2 inschoot trouwens, Suarez. Gaf even een visitekaartje af. Maar er wordt wel veel gesproken over Memphis Depay. Welke rol zal hij dan krijgen? Nou, klopt inderdaad. Je hebt natuurlijk nu, omdat zowel Messi als Coutinho die zakken natuurlijk uit tussen die linies, dat je zonder echte spits speelt. Daar zijn er wel situaties, bijvoorbeeld dat je op links doorkomt, maar dat er eigenlijk niemand meer voor die goal staat, dat er maar 1 speler voor de goal staat. Ja. Terwijl met Memphis kan je natuurlijk wel daarmee een spits neerzetten, die aan de ene kant wel mee kan doen met dat spel tussen die linies en ze kan laten uitzakken en gewoon meegaat in het spel. Maar aan de andere kant wel een echte spits is, dus die misschien wat meer dreiging naar voren heeft, toch wat eerder die 16 in wil. Want er zullen ook wedstrijden zijn dat de tegenpartij helemaal gewoon vol zit in de 16 meter. Dat je toch echt een soort wat meer een aanspelpunt daar nodig hebt. Ja, goed, aanvallend staat het dus goed bij Barcelona tot dusver. Allemaal leuk en aardig. Maar hoe staat het verdedigend? Nou, het eerste wat natuurlijk opvalt is dat elk moment als Barcelona nu de bal kwijt is, dan willen ze meteen druk zetten op de bal. Wat eigenlijk bijvoorbeeld ook Ajax van Peter Bos deed. Wat we van Liverpool gewend zijn, wat we tegenwoordig bij PSV zien. Ja. Daarnaast bijvoorbeeld bij doeltrappen, dan zie je inderdaad dat Messi en Griezmann die gaan samen die centrale verdedigers vastzetten. Ja. Het is Sergio Roberto die moet doorstappen naar de linksback van de tegenpartij. Ja. En eigenlijk in open spel is het weer dat Messi gewoon
ja, eigenlijk weer onthucht is van zijn verdedigende taken. Het is vooral Griezmann die moet zeg maar met een booglijn aanlopen vanaf de back naar de linker centrale verdediger om die onder druk te zetten. De rechter centrale verdediger van deze wedstrijd eigenlijk gewoon vrijgelaten. En op het middenveld is ook wel typisch Koeman, speelt hij eigenlijk gewoon met zeg maar mandekking. Ja. Er worden koppeltjes gemaakt en De Jong, Coutinho, Busquets moesten eigenlijk achter hun eigen verdediger gaan of eigen tegenstander aanlopen. Ja, precies, maar waar liggen de kwetsbaarheden nog in de verdediging? Ik denk twee punten. Nou, ik denk deels bij dat omschakelen naar balverlies. Want aan de ene kant, dat kan een heel effectief wapen zijn als het goed wordt uitgevoerd. Maar het is wel belangrijk dat je bijvoorbeeld ook in balbezit al goed staat met z'n allen. En dat iedereen meteen omschakelt. Ja. Dat ook eerst zelf waren, volgens mij ook 6-7 momenten. Dat zeg maar de eerste twee spelers vol naar die bal toe rennen om druk te gaan zetten. Terwijl de rest nog helemaal niet in positie is of helemaal niet aan het bijsluiten is. Nee. En dan zie je toch ook dat Villarreal er eigenlijk vrij gemakkelijk onderuit kan spelen. En dan krijg je toch ook dat, je zal per wedstrijd dan wel een moment krijgen dat de tegenpartij gewoon een 2-1 tegen een Piqué of een Langley heeft. Ja. Met 50 meter in je rug. En ik denk het tweede punt, je hebt natuurlijk de koppels op het middenveld. Dat houdt ook in dat als een van de spitsen uitzakt, dat dan de centrale verdediger moet doorstappen op die spits in het middenveld. Dat zagen we gisteren ook een paar keer, dat de spits zakte in. Langley moest helemaal doorstappen op het middenveld in. Ja, dan krijg je toch ook dat de ruimtes achterin komen. En dan heb je natuurlijk ook dat je dan weer, dat de tegenstander door die diepte achter jouw verdediging kan gaan benutten. Terwijl je toch ook met Piqué en Langlet niet de snelste centrale duo van de wereld hebt. Kan Barcelona, zo wat je nu van Barcelona gezien hebt, het is kort, het is één wedstrijdje in de competitie. Maar denk je dat Barcelona mee kan spelen om de grote prijzen? Nou ja, La Liga kan altijd. Omdat natuurlijk Barcelona en bijvoorbeeld ook Real Madrid hebben natuurlijk meestal veel meer kwaliteit dan de andere elftallen. Ja. Wel, het is natuurlijk maar de vraag of Sevilla en Atletico misschien weer mee kunnen gaan doen dit jaar. Ja. Ja, als je het hebt over Champions League, zie ik op dit moment eigenlijk nog niet gebeuren. Ik vind dat daar moeten we wel echt wat stappen voor gaan zetten. Dan moet het toch... Want bijvoorbeeld als je tegen Bayern München speelt en dat druk zetten naar balverlies gaat niet goed. En dan rennen de drie naar de bal toe, maar je wordt gewoon uitgespeeld. Ja, die counter je helemaal weg. Ja. Dus er zal nog wel echt wat stappen gemaakt moeten worden voordat je echt als Champions League kandidaat ziet. Goed, dat zullen we dus moeten aankijken. Barcelona in ieder geval de eerste wedstrijd gewonnen. Kijken of ze dit zo mee kunnen spelen om de landstitel. Ja, dat moet toch eigenlijk wel onder Ronald Koeman dit seizoen. We gaan het scherp in de gaten houden. Dankjewel Evert voor je heldere analyse.